Ja, dames en heren, nu we dan toch in de pixelavonturen zitten, beginnen wij ook aan de volgende game. Blasphemous, een zogenaamd moeilijke Castlevania-achtige game, pixelated, waar we gewoon gaan kijken hoe ver we komen. Select Pilgrimage. Nieuwe game. It is not the sun rising, but our sins. Oké. Een anonieme quote. Because it is my guilt, I claim your grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Zelfkastijding. Ah, gezellig. Seppuku. Dus dat wordt verstandbeeld. Een vreemd begin. Iemand haalt het zwaard eruit. And thus, guilt, repentance, mourning and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. Rare monsters. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. The miracle. Een 8, een infinity teken, maar dan recht. Daar ligt iemand met een puntmuts op. Dat zullen wij wel zijn. Brotherhood of the Silent Sorrow. F. Ja, dat zijn wij inderdaad. We staan op. Press F to consume one of your biliary flasks. Oké, daar kunnen we mee healen. Lijkt me goed. Met de muis kan ik niks. WSAD is gewoon lopen. Spatie is springen. Wat is dan mappen? Ah, ik moet rechts op het toetsenbord zijn. J is blok. K is mappen. Spatie is springen. Shift is sliden. Oké. Even de besturing leren. Allemaal dooi hier ook. Allemaal dooi. Press space to jump. Nou, traplopen kunnen we gewoon. W omhoog, S naar beneden. Oké. Eerst even tutorial, hè. S en springen. Oh, dan kan ik ook van een plateautje afspringen. Oké. Sliden met shift. Kan ik daar op hier vandaan? Nee. K. Dat is mappen. En dan slaan we zo'n graf. Sla ik kapot. Prie-dieu. Press A to rest at the prie-dieu. Saving your game and refilling your health and flasks. Upon death. Oké. Resting will cause enemies to respawn. Het is gewoon een bonfire. Die lamp kan kapot. Oké. Goed om te weten. Allemaal door hier overal, joh.
Wat is dat? En meteen een bos. Oh, sticky keys. Lekker hoor, ik wil wegsliden, gelijk sticky keys. Ben ik knop alweer vergeten om een flesje te gebruiken? Oh ja, F. Warden of the Silent Sorrow. Achievement unlocked. Defeat the Warden of Silent Sorrow. Requiem Aeternam. De eeuwige rust. Ik doe mijn helm af. Ik vang het bloed op uit dat monster. Dan zet ik de helm weer op. Wat? Hè? Wat gebeurt hier? Is hier een deur? A. You need a key to the chamber of the eldest brother. W en K. Dan kunnen we omhoog slaan ook. Oké. Goed om te weten, we kunnen omhoog slaan. The Holy Line. Hier is een man met een scroll. Regretful be the heart, penitent one. The anguish of the eldest brother has now come to an end. Okay. I am Deo Gratias. Deo Gratias. Prijs de Heer. Of the acts of the grievous miracle. Such is my penance, as yours is silence. Cradle of affliction is what you seek. Wij zoeken de cradle of affliction. This can be found in the mother of mothers of the churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. Deze man weet niks, zegt hij. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations. Uiteraard, je moet de drie dingen doen, zoals in elke game. One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies. And the last one, at the end of the trail, carved by moans that claw their way out of an iron spiral. In the bowels of the bell named Hondo. Hondo. That grows into the earth. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it,
writhing over the figure of the father carved into the knob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. You have acquired Thorn. You can check out the items you have found so far in your inventory while playing. Press E to open it. Small Thorn, die kan ik lore. Brother Abbott, you know that I've been a scribe. Oh ja. Dat is een quest item. Relics heb ik niet. Rosary beads heb ik niet. Mea culpa hearts, prayers. Abilities. Yes, U to use a ranged attack. Even a wise penitent, however. Ja, dat had hij ook gezegd. Maar hier is meteen weer zo'n save point. Dit is een vijand. Oké. Die vogel die kan ik niet hitten, blijkbaar. Dit ziet er gevaarlijk uit. Die man is in wiel vast. Press J to parry. Counter weak attacks and deflect heavy strikes. During a counter, press K at the moment of impact. A retribution. Nou, we gaan nu leren pareren. Oké. Leren pareren. Oh, er zitten zombies in de modder. Wat is dit? You have acquired Verdiales of the Forsaken. In order to use this prayer, open the equipment. Song that fills the air during the return. This power finds its way through the floor. Waarom kan ik dat niet verder lezen? Quip. Ja, er staat daar tekst. Die gaat verder naar beneden, maar kan ik niet lezen verder naar beneden. Veldje naar boven naar beneden. Nee, dan pakt hij gewoon een ander vakje. Equip, ja of nee. Ik kan niet naar beneden of naar boven. Oké, nou ja goed, ik zal hem maar equippen. Press Q to invoke it. Prayers and some common techniques use a fervor attack and execute enemies for a fervor bar. Oké. Q. Oh, het is een fire skill die ik geleerd heb. Dat is handig. Daarbovenop kan ik nog niet komen. Nog niet, zeg ik. Misschien later wel. Hier is een dood paard. Pareren en blijven mappen. Press linker shift en K in the air to ascend after hitting an enemy. Linker shift en K. Children of Moonlight. Vijanden genoeg. Kan ik je naar beneden slaan? Nee. Timely blocks zijn belangrijk.
of dan kan ik pareren. Pak je wel damage. Even een healtje doen. Lijkt me goed. De muziek stopt. We komen in een nieuw gebied, denk ik. Is er een deur? The miracle has forsaken us, and my ornate throne turns its back on those who wait here. Hier is dan weer een save point. Dan gaan we die maar gewoon pakken. Ik bedoel, press M to open your map. Oh, kijk. Holy Line Suburbs. Ja, dit hebben we allemaal gehaald. Pin marker. Oké. Okay. 7. Wat is dit voor een badhuis? Niks, ik ben in een dorp. Al die zwarte vogels. Oh, dit lijkt een leproze kolonie. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to the kissers of the wounds. The kisses of wounds. Een vreemde term. Few remain here who can still employ it. But Tirso is my name. Tirso. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus, both we and they remain at the mercy of the miracle. Mensen liggen dood te gaan en die worden gekust. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under set skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will in the miracle shall show you which ones they are. Hij heeft ingrediënten nodig. Ik kan hier een beetje klimmen. Hier vind ik weer iets. You have acquired dove skull. Equip rosary beads to improve the characteristics of the penitent one. Nou, dat zijn we zelf. Hier, skull of a bird drilled as a collet. Its apparent frailness slightly strengthens the defenses. Oké, dus die hebben we nu aangezet. Wat is hier beneden? Nog meer van die wondkussers. Waar ik niet mee kan praten. Ik zie wel weer een deur waarmee we naar buiten kunnen. Een shrine van het een of ander. Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. Lend it to us and wipe away our tears. Stop, Bill. Because it is an act of penitence. Neemt ons zwaard over en geeft het weer terug. En nu? The virtue of mea culpa has ascended. Visit mea culpa shrines. Dat betekent door mijn schuld. To increase the power of your sword. You can also spend tears of atonement to unlock combat techniques. Visit shrines, increase strength to access more powerful techniques. Oké. Okay. Is dat ook iets wat we hier dan zien? Mea culpa hearts. Nee. Ja, hier, mea culpa. Kijk, ik kan dingen kopen. Hold K. Release devastating attack. Perform a fourth combo finish attack. Dat kunnen wij. Plunge attack. Sacred thrust.
hold K while dodging. Dodging is een ding. Dit kan ik betalen, denk ik. Ja, ja. Die kan ik betalen. Ja, combo finishers, dat wil ik natuurlijk. Dus inderdaad, ik ga dit unlocken. Dat kan blijkbaar niet. K, unlock. Oh, hold K. Kijk, en nu heb ik dus een heavy attack geleerd. Oh ja. Plaats. We hebben een heavy attack geleerd. Door deze shrine te vinden, hebben wij een heavy attack geleerd. Hier is de deur. Daarboven is een hendel. Laten we daar eens even kijken eerst. Misschien is dat wel een belangrijke hendel. Is dit een deur ook hier links? Nee. Ik kan niks met die hendel. Bestaat er falling damage, is nu de vraag. Nee. Okay. In this place, we gather the remains of those who are separated and forgotten, so we can grant them holy burial as our charitable role prescriber. Help us, these poor souls, O penitent one in silence. The order blesses you. Deze stem hier binnen zegt: we hebben hulp nodig, maar ze zeggen niet precies hoe of wat. Hier liggen dooien. Ja. Dat is zo'n baby, maar ik kan er niet bij. Dat is te hoog. Moet ik eerst leren double jumpen waarschijnlijk. Hier ligt weer iets. Phalanx of... Wat? Dat is een collectible. Maar ook hier kan ik dat loortje weer niet lezen. Het is ook een penis. Wasteland of the Buried Churches. Nou, in dat geval gaan we eerst even terug. Om dan hier te saven. Omdat we dan het eerste gebied wel gehad hebben. Ja, ik denk daar ook vooral, waarom is daar een hendel daarboven? Waarom kan ik daar niks mee? Zie je, er is hier een hendel. Kan ik niks mee, waarom niet? Heel gek. Dat raam kan ik er ook niet uitslaan. Hier was dan een save point. Ja, dan pakken we die even nog een keer. Nu we die shrine ook hebben gepakt. Maken we hier een checkpoint, gaan we in de volgende video naar het volgende gebied. Graag tot dan!